Teunis Elzinga exposeert in de doopsgezinde Remonstrantse kerk aan de Legerweg in Dokkum een deel van zijn collectie Bijbelse objecten. Deze tentoonstelling is een selectie uit het Bijbels printenkabinet. Ze zijn hoofdzakelijk van Dapper. Dat is een uitgever die een prachtig boek heeft geschreven als toeristische gids voor Syrië en Palestina. De expositie laat met name tekeningen van grafische kunstenaars zien die het verhaal vertellen van Genesis en Openbaring. Dit is een selectie van de prenten, koper diepdrukken uit de 16e en 17e eeuw. En dat ging ongeveer door tot 1850. Het hoorde tot de in feite Nederlandse traditie om prenten te drukken bij de Bijbel. Je begint eerst met alles wat makkelijk te verzamelen is. En langzamerhand specialiseer je. In feite ben je antiquariaten en veilingen. Op zich zijn deze prenten niet zeldzaam, omdat de Bijbel het meest gedrukte boek van Nederland is. Een van de topstukken is een Biestkensbijbel uit 1648. En deze is vanuit de Lutherse traditie vanuit het Duits vertaald. De tentoonstelling laat maar een deel van Elzinga's verzameling zien. En deze afbeelding is eigenlijk gebaseerd op het boek Openbaringen. Het is een deel van een tabernakel, vermoedelijk uit de omgeving van Steenwijk.